Yo iedereen, welkom bij deze nieuwe video op het kanaal. Zoals jullie aan de titel konden zien, jongens, gaan we vandaag weer reageren op jullie montages. Hopelijk hebben jullie er zin in. Vergeet niet alvast om deze video te liken. Laten we voor de 1500 likes gaan, jongens, onze standaard goal. En ja, mocht je nieuw zijn, boys, vergeet ook even zeker niet te abonneren met het belletje aan, jongens. Het is gratis. Laten we nog proberen de 42.000 abonnees te halen, jongens. En wat ik ook wil laten weten is, er is op dit moment een nieuw item beschikbaar in de webshop, jongens, voor de merchandise. Longsleeves zijn op dit moment beschikbaar. Dus dat zijn gewoon lange mouwen. Mocht je daar geïnteresseerd in zijn, vergeet dan even niet om de webshop te checken. Linkje staat in de beschrijving. Alles is nog verkrijgbaar. Shirts, hoodies en longsleeves op dit moment. Elke kleur is beschikbaar. Dus ja, bij interesse check even de webshop in de beschrijving. En dan gaan we vandaag jullie video's checken, man boys. Let's go! Oké, jongens, we zijn bij het eerste kanaal aangekomen en die is van Vero. Dit is de eerste die we vandaag gaan checken, jongens. Hopelijk kunnen we vandaag, net als alle andere keren, gewoon goed beginnen. En ja, we gaan natuurlijk beginnen met het kwaliteit op zijn hoogste zetten. En dan ja, gaan we hem checken, man. Hey. Oké, paarse pumpclips. Oh, what the fuck. Wel allemaal nog oude pumpclips. 1 seconde. We moeten het even checken. Deze video is van 19 december. Wat? Bro. 19 december. Ik verwacht nu wel met de tijd dat we met nieuwe clips komen, man, boys. Wat is dit, man? Kom op, man. Maar het ziet er wel goed uit, man. Oké, dan charge. Oké, dat is een clipje met de charge. Oké. Zeker in de taas. Oké. Ik heb te vroeg gepraat. Sorry. Je had nog een paar clipjes over, waarschijnlijk. Ziet er smooth uit, man, trouwens. Om heel eerlijk te zijn, bro. Ik ben zelf niet echt een hele grote fan van deze muzieksmaak. Maar, ik kom hem niet heel vaak tegen. Ik heb hem wel een paar keer gehoord, maar daardoor kan ik er op zich wel gewoon aan luisteren. Aangezien hij toch wel gewoon door meer mensen wordt gebruikt, maar ook weer niet te overused is. Dus dat is wel nice, man. Maar het heeft zeker wel gewoon een soort vibe, man. Het heeft wel een vibe. De kwaliteit ziet er gelukkig ook goed uit. Dus dat is nice, man, bro. Oké, muziek switch. Ik zweer het, boys. Jullie hebben de beste reacties, ouwe. Jullie hebben echt de beste reacties. Hoe sommige van jullie mensen kunnen reageren nadat jullie iemand killen is zo geniaal, hè. Oh, zo'n clip! Dead! Kom maar aan, we kunnen deze keer. Ik zal! 110 dead! Oké. Thanks for watching. Ja, bro, ik zeg je heel eerlijk: dit is gewoon een clean highlight video, man. Ik heb hier niet te veel op aan te merken. Die like krijg je van mij, 20ste liker. I got you. Blijf zeker zo doorgaan en dan gaan we door naar het tweede kanaal, man, boys. Dit was een hele lekkere highlight video, man. Let's go. Oké, jongens, we zijn bij het tweede kanaal gekomen. Die is van Facts of Fox. I don't know, but we don't care. Let's check him out, man. Trouwens, ik zal er heel even meteen op aanmerken. Bro, probeer te renderen in 1440p. Ook al neem je de video, ook al zijn de clips opgenomen in 1080p, raad ik je toch aan om de video te renderen in 1440p, man. Zo voorkom je toch wel gewoon wat pixels in de video, man. Dus dit is alvast een tip voor de volgende keer, man, bro, die je zeker mee kan nemen. Maar ik merk al meteen dat ik wel wat pixels zie, man. Dus het zou daardoor kunnen komen. Dus het is een kleine moeite. Misschien iets langer renderen. Maar het is zeker waard, man. Want ik merk sowieso pixels, man. Ja,
Met betere kwaliteit zal de video er ook veel beter uitzien, man. Want ik zie toch wel gewoon wat effecten en zo. Zeker wat tijd in gestoken. En dan is het altijd weer zo zonde als ja, de kwaliteit wat je weer tegenvalt. Rustig. En ik merk ook dat je af en toe zwarte balk hebt aan de zijkant van je video's, man. Dat is ook heel erg zonde. Oké. Video was ook een beetje kort, man, bro. Ja, weet je, het is... Ja, de tips die ik jou meegeef is gewoon... Probeer de volgende keer te renderen in 1440p. Probeer de video volgende keer wat langer te maken. 1 minuut is niet heel erg lang als het op highlight video's aankomt. Ik ben meestal rond de 2 minuten is het wel gewoon goed. En ten derde, probeer die zwarte balken te fixen, man, bro. Want ja, dat kan gewoon eigenlijk niet. Het staat niet mooi. Maar volgens mij ben je ook pas begonnen met je YouTube-kanaal, zoals ik kan zien. Dus bro, hier kan je alleen maar uit leren. Dus neem die tips mee. En je volgende video zal zo 2 keer zo beter zijn, man. Dus dankjewel voor het gebruik van Hashtag Present. Die like krijg je sowieso van mij. En dan gaan we door naar het derde kanaal. Oké, boys, we zijn bij het derde kanaal gekomen en die is van Wise. Dit is de derde die we vandaag gaan checken, a.k.a. de laatste PC-speler voor vandaag. Hey, edit het bij Scenari? Oké, dan. Drug Attack. Dit nummer komt een beetje bekend voor, jongens. Hey, domme skin, fuck hem met deze skin dan. Hey boys, ik zeg je heel eerlijk, ik had niet verwacht dat we nog steeds zoveel clips zouden tegenkomen van, van het vorige seizoen, man. Bro, we zijn al lang daaruit. Kom op, man, boys. Kom op. Hey, volgende week wil ik wel echt alleen maar nieuwe clips zien, man, boys. Laat me niet merken, man. Laat me niet merken. Vies gekomen. Met je best friend. Oh ja, die nieuwe shotgun, hè? Ik weet het niet. Die gekke shotgun, die vuur. Die nog vuur eruit schiet. Ik weet niet hoe die heet, man. Ik weet het niet. Zijn er mensen in de chat die de nieuwe shotgun fijn vinden, boys? Die vuur meeschiet. Ik weet niet meer hoe die heet. Ik weet niet, ik heb het gevoel een beetje dat jij met default speelt. Kijk. Ik denk dat jij geen paddle speelt. Dus jij speelt gewoon default. Gewoon dat je rondje gebruikt om je bal te pakken. Dat heeft veel impact, op je movement, man, vooral. Oké, dit was de video, man. Ik vond het gewoon een normale video, man. Ik heb niet echt iets gezien waarvan ik dacht, oké, daar moet je de volgende keer op letten, man. Dus je doet het gewoon goed, man. Blijf zo doorgaan. En dankjewel voor het gebruik van Hashtag Present. Die like krijg je sowieso. En dan gaan we door naar het laatste kanaal, boys. En die sluiten we af met een console-speler. Let's go. Oké, boys. Het laatste kanaal voor vandaag. En dat is Curbs Spatie FN. Dit is de laatste die we gaan checken, jongens. Even kijken. Oké, de kwaliteit is 720p. Oké. Ja, het is console, dus... Eerste highlight video. Oké. Enjoy. Dankjewel. Ik kan niet eens zien wie het is. Oké, outplayed. Learn if you're fast. Ik ben trouwens volgens mij nog nooit iemand tegengekomen die op console speelt en die een Elgato gebruikt. Volgens mij ben ik nog nooit een console speler gekomen die dingen heeft geklimd met een Elgato, waardoor de kwaliteit gewoon perfect is.
Wie gaat de eerste zijn, boys? Wie is de eerste? Tech fights be like. Hey, waarom moet je Gio gaan bereiken als Philippe Bol dan? Laat Gio eens even met rust, bro. Ik zie alleen maar Gio dead. Kan niet, man. Laat hem eens even met rust, man. Shinon, thanks for watching. Geen probleem. Ja. Weet je, het is, boys, eigenlijk wil ik ook weer niet te veel hierop aanmerken, man. Ik wil niet te veel dingen hierover zeggen, want jullie weten wat mijn mening is over console. Sowieso, SO naar jullie. Maar ik vind de video's meestal gewoon shit. Maar ja, daar kunnen jullie ook niet echt heel veel aan doen, jongens. De kwaliteit, ja, daar kunnen jullie niks aan doen, jongens. Dus ja, vat het niet persoonlijk op. Maar ja, ik vind het meestal gewoon shit. Maar sowieso, toch een SO naar jou voor het maken van deze video en het gebruik van mijn hashtagcode. Ja, dankjewel. En ja, je krijgt van mij gewoon die like. En dan was dit het einde van de video, man, boys. Mocht je ook gecheckt willen worden, jongens, vergeet dan even niet om hashtag present in je titel te zetten. Als je console bent, doe dan even net als deze jongen. Tussen haakjes console in de titel zetten, zodat ik makkelijker naar jullie kan zoeken. En ja, dan was dit het, man, jongens. Vergeet even zeker niet om deze video te liken. Als je nieuw bent, abonneer ook even zeker op mijn kanaal. En dan zie ik jullie zo snel mogelijk terug bij een nieuwe livestream of bij een nieuwe video, man, boys. Ik ben elke dag live, dus push dat belletje even aan. En dan zie ik jullie. Ciao!